Het liketjoerd in het Cambuurstadion krekt al hebben je de tiert een skoft voor omdraait. Een fanatiek coachende Henk de Jong als trainer van Cambuur. De training loopt zo'n 60 fans naar het stadion en dat is meer als oors. Een Henk de Jong effect, al had net elke nieuw in de erg voor. De Jong zil zaken veroor je. We zijn vanmorgen begonnen met wat afspraken. En dan ben we training gaan. En trainen op hoe ik voetbal wil met die jongens, met mijn staf, met mijn jongens. Want we doen het samen. Ja, en daar kan je wat nuances in aanbrengen. Dat mat ik, vind ik. En dan gaat het los. En dan is het niet eens een vier. En dan ben je hem er alweer. Het Cambuur vreet mij 4-2 verleer van FC Dordrecht. Hier de Jong wel in de gaten dat de positie van Jos Ulté onhard bewaart. En dat Cambuur bij hem uitkomen zoeken. Dat is heel vervelend. Die jongens, 36, 37 hier, dat wordt een hartstikke goede trainer. En dat is hij al. En dat is heel troffen, Battery. Alleen ja, dit is op een gegeven moment, dan wist bij deze club. Dit is zo'n aparte club, dan is het net te horen. Hè. Dat is ik bij FC Utrecht of bij Feyenoord. Ja, zo is het dan. Het is nou een jaar geleden dat de jongen ophouden mast als trainer. In de tussentijd is er een hoop bad. Waaronder het slimme sierkwezen, terug de kiesten in zien hollen. En daarna de riskante operatie. Maar dat leidt alweer achter hem. En ik zie er zelf niet van mij toch. Ik begin er maar weer gewoon, maar het is eigenlijk net normaal. En nou, ik kan ook denken, dan krijg ik piekenvel. En ja, het is heel speciaal, Geert. Heel speciaal. Stijn zit de Jong voor het eerst weer in de dugout van Cambuur. Dat dan thuisspeelt tegen NAC Breda. Wist is dat de fans hem alweer in de jerm sletten hebben.